Welcome back. Zondag 21 januari. Kwart voor zeven 's ochtends. Tijd voor een nieuwe training. Ik was vanmorgen om 6:30 wakker. En aangezien ik nog steeds bezoek heb, dacht ik van, laat ik gewoon gelijk gaan. Lekker trainen. Fris opgestaan. Vol power, vol energie, vol motivatie. Dus we gaan zien wat dat deze training gaat opleveren. Vandaag staat een pooltraining op de planning. En het gaat lekker worden hoor. We gaan hard vandaag. Ik weet het nu al. Ik zou zeggen, kijk lekker verder. En jullie gaan het zien. We gaan beginnen met de close grip pull. Vooral voor de binnenkant van je rug. Dus de twee brede spieren tussen je schouderbladen. Die gaan we activeren. En vervolgens gaan we door met de brede pull-up. De close grip is meer bedoeld voor dikkere rugspieren. En de wide pull-up is meer bedoeld voor de lats. Dus voor de brede, mooie V in je rug. Let's go! Setje van 10 reps. Dat doen we 3 keer op maximaal gewicht. Dus dan sluit ik de warming-up set uit. Ik heb dus een warming-up setje gedaan van 43 kilogram. En doe nu dus 3 werksetjes van 79 kilogram. Maar Bas, dit zijn toch helemaal geen zware gewichten waar je het nu over hebt. Hoe kan het dan dat je nog steeds progressie hebt? Nou, het gaat niet erom hoe zwaar je traint, maar het gaat om het begrip progressive overload. Dit betekent dat elke keer als ik een spiergroep aanpak, dat ik progressie maak in mijn training en onder de streep zwaarder ga trainen. Dit betekent niet direct dat ik hoger in het gewicht ga, maar hoger in het totale gewicht wat ik verplaats. Dus vorige week had ik bijvoorbeeld 79 kilogram en deze week ook. Maar als ik vandaag dus bij elke set 2 reps, 2 herhalingen meer doe, verplaats ik dus 2 keer 79 kilo meer. Over 3 setjes verspreid is dat 6 keer 79 kilo meer. Dit betekent ik verplaats meer kilogram in dezelfde training. Dus progressie. En op die manier moeten mijn spieren harder werken als vorige week. En dit resulteert uiteindelijk onder de streep in groei. Dit kun je breed pakken. Je kan een extra set doen. Je kan extra reps doen. Of inderdaad met je kilogrammen omhoog gaan. Nu deze training ben ik dus inderdaad met 1 setje extra nog. Vorige week in verband met mijn onderrug heb ik maar 2 setjes gehaald. Vandaag pak ik die derde set erbij. En dadelijk bij de pull-ups. De vorige keer had ik 10, 7, 5 herhalingen maar gehaald. En deze keer probeer ik dus 10, 8, 6 bijvoorbeeld. En zo bouw ik elke week op. En hoop ik dus progressie te halen en dus zodoende steeds hoger te komen in mijn gewichten en meer spiermassa. Zagen het, de 10 met moeite gehaald. Die laatste was eigenlijk maar een halve. Ik had een beetje te veel met mijn benen geswingd. Zo merk ik dus dat 10, wat zei ik net, 10, 9, 6 of 10, 8, 6,
er waarschijnlijk niet in zit vandaag. Dus dan ga ik gewoon, net zoals de vorige keer, 10, 7, 5. En dan nog een setje er van 3 bij pakken. Toch progressive overload. En waarschijnlijk goed haalbaar. We gaan het zien. We zagen het, de 7 stuks met moeite gehaald, dus ik ga gewoon voor die extra set. Nu is het mensen misschien opgevallen dat mijn rug een beetje ongelijk verdeeld is. Ik hoop dat deze goede vriend hier, ik heb een aantal keren mijn schouder uit de kom gehad, 2 operaties achter de rug. Dus de anatomie bij mij is iets verschillend als bij de normale mens. Normale mens zonder operatie in de schouder. Dat is de oorzaak, ik wil het toch heel even kwijt voor degene die het opviel. Hebben jullie misschien ook eens iets aan je schouders gehad en willen jullie tips voor deze training of voor je schouder te versterken? Schrijf het dan heel even beneden in de commentaar, ik help jullie graag verder. Om de pull-ups trouwens een beetje makkelijker te maken, zou je gebruik kunnen maken van handschoenen of polsbandjes. Ik doe dit expres niet, zodat ik dan ook indirect gelijk de kracht in mijn vingers train en in mijn handen. Dat was de extra set. Dus vandaag 10, 7, 5, 3 herhalingen gehaald. Het zijn er toch weer 3 meer als vorige keer. Dus we hebben die progressive overload en dus die back gains. We gaan gelijk door met de volgende oefening. Dit is de lat pushdown. Ik pak een lange stang en die duw ik zo naar beneden. En zo activeer ik mijn onderkant van de onderrug. Lukt het jou bijvoorbeeld nog niet om een hele pull-up te doen, is dit een goede oefening, vooral omdat je ook je schouders erbij betrekt en je hele rugspieren activeert. De samenwerking van al je spieren samen is namelijk erg belangrijk bij de pull-up. Het gaat niet alleen om je rugspieren, maar ook om je onderarmen, je biceps, je schouders, je gehele rug, je onderrug. Dus begin eerst te denken met kleinere isolatieoefeningen, zodat je je hele rug in de hele breedte traint. Dus al je spieren traint en niet alleen maar je rug of alleen maar je armen, maar een combinatie ervan. En dan gaat het helemaal vanzelf. En hoe ik begonnen ben met pull-ups is gewoon eerst met een resistance band. En vervolgens gewoon de eerste keer haal je 1 pull-up. Een week later kun je er in 1 keer 2, 3... En zo bouw je steeds uit, totdat je op een gegeven moment op een punt komt, dan kun je gewoon oneindig losgaan op die pull-up stangen. Dat geeft echt een fantastisch gevoel. We zijn al aangekomen bij de laatste machine van vandaag, voor de rear delt fly. Dus eigenlijk de bovenkant, achterkant van je schouders. Dit is bij mij een zwakke plek, dus die probeer ik in elke training erin te houden. Ik schrijf mijn trainingsplannen trouwens zelf en waar ik dus op let is dat ik elke week ongeveer 9 tot 12 sets van elke spiergroep doe. Dus zoals vandaag heb ik dus 3 setjes, werksetjes close grip, 3 setjes, eigenlijk 4 setjes vandaag voor de pull-up, dan 3 setjes met de pushdown. En nu nog 3 setjes met de rear delt fly, kom ik uit op 12 setjes. En zo probeer ik dus elke week 12 sets rug te trainen, 12 sets borst, 12 sets benen, enzovoort, enzovoort. Dit werkt voor mij het beste en het maakt niks uit hoe ik het invul. Of ik nu met push doe, met pull doe, split, bodyweight, full body,
Maakt allemaal niets uit, zolang ik maar die 12 sets haal. En ik persoonlijk zie dan bij mij progressie komen. En dit geldt voor veel mensen zo. Dus ik zou zeggen, probeer het eens uit. Dit waren de rugoefeningen die ik doe bij mijn pulloefening. En om af te sluiten doe ik nog een paar lekkere dumbbell curls. Willen jullie nu de push en de leg workout van deze trainingsroutine ook zien? Laat het dan heel even weten in de comments down below. En dan gaan die er ook komen. Speciaal voor jullie. Vergeet natuurlijk niet te liken en te subscriben op deze video. Dit motiveert mij heel erg. Ik ben nu in een paar weken tijd al van 0 subscribers naar 51 subscribers. Daarvoor alvast heel erg bedankt. En dan hopelijk ziet mijn rug er binnenkort ook zo uit. Ik zou zeggen, is toch de moeite waard om het te blijven volgen en te kijken of het me lukt. Ik zou zeggen, tot de volgende video. Dikke vette doei en bedankt voor het kijken.